Voorzitter, tweeënhalf jaar geleden trad de minister-president uit zichzelf af. Om wat een van de grootste schandes in Nederlandse geschiedenis hier van na de oorlog is: het toeslagenschandaal. Mijn eerste vraag aan de premier is: wil hij de ouders zometeen aankijken en aan ons, kamerleden en aan de ouders vertellen hoe hij vindt dat het staat met het herstel? Het herstel van deze ouders en het herstel van vertrouwen in de rechtsstaat. Deze ouders krijgen nog steeds zwarte dossiers. Nog steeds weten ze niet wat er gebeurd is, behalve dat hun leven kapot is. Voorzitter, dit gebeurde na drie jaar van ontkennen, verdraaien, traineren, procederen en laten we gewoon eerlijk zijn, liegen en bedriegen. Het kabinet kwam pas tot inzicht dat er een oplossing moest komen toen het niet anders was. Kom. Voorzitter, toen het afgetreden was, deed het kabinet twee series beloftes. De ene serie beloften was richting de ouders. En de ouders die hier zitten hebben er een mening over of het kabinet is nagekomen. En we gaan toch niet echt consultancies inhuren om te denken dat die deze mensen wel gaan helpen. Vragen desnoods aan de gemeentes. Vragen desnoods aan de niet-rijksoverheid, overheden die deze mensen wel helpen. Zij hebben daar wel ervaring mee en zij kennen ze ook. Maar gaat u ze niet uitbesteden, alstublieft? Voorzitter, het tweede was een serie beloftes over hoe het beter zou gaan. Er zouden hardheidsclausules in de wet komen en de eerste wet die daarvoor in aanmerking kwam was de zogenaamde invorderingswet. Als je een belastingsschuld hebt, dat de belastingdienst dan niet als een stoomwals over je heen rijdt. Dat wetvoorstel is hier nog niet. En ook die andere hardheidsclausulus, die zijn er niet. Dat was het eerste wat het kabinet riep. We hebben ze nodig. Waar blijven ze dan? Het tweede wat ze riepen was, als er waarschuwingen zijn, dan horen we ze graag, want dan doen we er wat mee. Nou, neem de buikpijndossiers van de rechters. Er waren er elf. Ik ga er één met u behandelen, voorzitter. Dat zijn de gezinnen die onder de bijstandsnorm leven. Dat zeggen de rechters al meer dan een jaar en de ombudsman al een paar jaar. Ik moest de vragen overstellen met heel veel collega's om erachter te komen dat het om 10.000 gezinnen ging. 10.000 gezinnen die nog vandaag onder of ver onder de bijstandsnorm zitten door een rare samenloop van regelingen. De rechter heeft gezegd dat die mensen extra geld moeten krijgen, ze krijgen het tot op de dag van vandaag niet. Wat is de belofte dan waard om beter te luisteren? En de informatiehuishouding voorzitter. Een puinhoop. We kregen een rapport, Het stond op de site van het ministerie van Financiën, maar was per ongeluk niet naar de Kamer gestuurd. Er was geen touw aan vast te knopen. En als je informatie niet op orde is, dan weet de regering niet wat er gebeurt. Dan kunnen ze de Kamerleden niet informeren. Dan kunnen ze de journalisten niet informeren. Maar het allerergste is, als de informatie bij de Belastingdienst of het UWV niet klopt, zijn de burgers rechteloos. En dat is wat we zien in dit land. En wat gaat u daaraan doen? Dan de teruggevonden stukken, voorzitter. Hoe kan het dat twee jaar na dato, zeg ik tegen de minister-president, deze stukken komen? En de stukken heb ik vanmorgen gelezen. Er was één persoon in het managementteam die niet meewerkte aan het PWC-onderzoek. Haar mail stond erin en daarin stond dat ze de top van de Belastingdienst en de bewindspersonen altijd op de hoogte gehouden had. Klopt het wat ik vanmorgen gelezen heb dat zij bij meerdere gesprekken aanwezig geweest is die met de advocaat gevoerd zijn? En als dat zo is, dan wil ik die gespreksverslagen van die gesprekken van de kant van de Belastingdienst hier binnen een week hebben. Ik wil binnen een week weten hoe de, hoe de bewindspersonen en de directeur-generaal op de hoogte gehouden zijn. Ik wil daar een complete lijst van. Want dat stond niet, zeg ik u, voorzitter. In de tijdlijn. Het stond niet in alle rapporten die we gezien hebben. Het stond helemaal nergens. En voorzitter, wij kunnen als Kamer ons werk zo niet doen. Als wij de informatie niet krijgen, nemen wij de foute besluiten. En hier krijgen we constante informatie niet. Ik wil binnen een maand alles, maar dan ook alles wat er nog ligt, voorzitter. En daar kijkt u mee op aan. Voorzitter, dan vraag ik aan het presidium: wat moeten we doen? We krijgen de stukken niet, de regeringspartij neemt daarop onvoldoende actie. Moeten we bewijsbeslag gaan leggen? Dat kan. Dan kan de Tweede Kamer naar de rechter gaan en kan zeggen we leggen beslag bij de Belastingdienst op de stukken. Om te kijken wat ertussen zit. Het is een absolute nederlaag voor de democratie, want je wilt geen parlementaire politie. Die wil je niet. Je wilt met een vertrouwensvraag om kunnen gaan met je regering. Maar als het de regering keer op keer dat betrouwen beschaamt en die stukken niet stuurt, zit er niks anders op. En stuurt de regering al die stukken ook even op naar het OM. En tot slot, voorzitter, of op dit punt, uh, kijk ik naar de heer Van der Lee. Ja, de heer Van der Lee. Ja, toch op dit punt even vraag. Um, kijk, in juridische zin zijn er heel beperkte mogelijkheden. Maar los even van de discussie daarover, is het zo dat we op dit moment ook een parlementaire enquête hebben lopen. Die is mede geïnitieerd op uw verzoek. Om in uh, uh, opvolging van de parlementaire ondervraging uh, nog verder te kijken. En is het dan gepast om vervolgens de Kamervoorzitter of het Presidium te vragen om juridische stappen potentieel in gang te zetten terwijl er een project van een, een parlementaire enquête loopt? In omzicht? Ja, dat is, dat is een terechte vraag, en het antwoord daarop is ondubbelzinnig ja. Want als er een parlementaire ondervraging geweest is, waar de heer Van der Lee lid van was, die had alle bevoegdheden van een parlementaire enquête. Zowel de vorderingsbevoegdheid als het horen onder Ede. Dan had de regering naar die parlementaire enquête alle stukken moeten opsturen. En dan is het niet dat een volgende parlementaire enquête een excuus kan zijn om er nog twee jaar op te wachten. Dus daarom vraag ik de regering ook om uit zichzelf de stukken wat dit lid van het MT gedaan heeft. Alle acties die ondernomen zijn, want op de heidag en de mensen die weten waar het over gaat, die weten dat het gaat, was dit lid verantwoordelijk gemaakt om het op te lossen, om al de acties die erop ondernomen zijn op een rij binnen drie weken naar de kamer te sturen. Daar kan misschien de parlementaire enquête gebruik van maken, maar het is niet zo dat een volgende parlementaire enquête de dingen van de vorige parlementaire enquête kan oplossen. En ik voel me ook aangetast, voorzitter, in wat ik als kamerlid kan doen. Want als ik die stukken niet krijg, dan nemen we hier totaal de verkeerde besluiten. En ook als je stukken twee jaar te laat krijgt, dan doet zich ook dat probleem voor. Meneer ja, Van der Lee. Ja, mijn punt ging niet over het feit dat de heer Omtzigt die vragen niet kan stellen aan het kabinet. Dat vind ik prima. Maar meneer Omtzigt doet ook een oproep aan de Kamervoorzitter ja. om een separaat juridisch traject te starten. Uh, uh, waarbij dan vervolgens wel de vraag is: wie gaat dan vervolgens in dat traject beoordelen of er sprake is van nieuwe informatie, hoe dat bij elkaar gelegd moet worden? Terwijl er al een parlementaire enquête loopt, die op basis van allerlei stukken en bevoegdheden, ook om mensen onder Ede te horen, zo'n reconstructie zou kunnen maken. Of ze dat doen, weet ik niet, want ik weet niet wat ze. Hè, dat is ook niet uh, iets wat ze publiek kunnen maken. Maar ik, ik zou het heel ingewikkeld vinden. Uh, als we daar een separaat juridisch traject in gaan, los even van de vraag aan het kabinet. Dat is volstrekt uh, legitiem. En uh, daar gaat mijn interruptie even niet over. Ja, zich... Voorzitter, ik stel deze, deze vraag aan het presidium. Daar zitten zowel de voorzitter als de heer Van der Lee in. En ik stel hem heel bewust: ik stel hem heel bewust, want we zitten hier in een echt een cruciaal punt van het vertrouwen tussen het parlement en de Kamer. Dat gaat er niet om of een individueel Kamerlid te vaak een motie van wantrouwen indient of het kabinet nog vertrouwt. Het gaat om dat je een vertrouwensband hebt dat wanneer je informatie vraagt, je de informatie krijgt. En dat niet, en dit, deze parlementaire enquête, die heeft zoveel informatie gevraagd dat de Belastingdienst 110 personen in dienst moet nemen. Maar dat is geen informatie, dat is dat we alles moeten vragen. Maar wat we vragen is, wat is de kern van de informatie? Dat is wat je normaal als Kamer moet kunnen krijgen. En als je dat niet krijgt, dan kunnen we ons werk op geen enkele wijze doen. Als wij deze informatie. Nog één, nog voorzitter, dat ik iets te lang pak. In 2017 stelde ik deze vraag. Dat was de eerste vraag die over dit kinderopvangtoeslagschandaal ging. Toen dus stelde ik de vraag of de ouders in de problemen gekomen waren. In de stukken die ik vanmorgen gelezen heb, zie ik dat in het MT van de Belastingdienst volstrekt bekend was dat ze in de problemen gekomen waren. Dus hoezo was dat niet bekend in de top van de Belastingdienst? Het staat daar zwart op wit. En ik vraag ook of die stukken gewoon openbaar gemaakt kunnen worden. Want het staat daar. Voorzitter, het allerlaatste punt, ik sluit me even kortheidshalve aan bij mevrouw van der Plas. Als je je niet aan de wet gehouden hebt en je maakt een nieuwe wet om dit te repareren, wet waar ik het niet mee eens ben, en je kunt je er weer niet aan houden, dan ga je niet via de achterdeur naar de rechterstoel om daar toestemming voor te vragen. Hoe haal je het in je hoofd? Wil je alsjeblieft daarmee stoppen, regering? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Omzicht. En dan geef ik het woord aan mevrouw Kuiken, PvdA.